Maar heeft u nog gekeken gisteravond naar Dieland, of niet? Nee, ik sta bij Nieuwsuur. Dus, oh ja, je zat bij Nieuwsuur. Het was heel serieus, was dat. Ja, ik zag het gebeuren allemaal. Ja. Nou ja. Ze was hier en toen hebben we het ook nog even gehad over de situatie toen ze minister van Justitie werd. En u zei, oh, een minister van Justitie van Turkse afkomst. Nou, ik hoop nog dat ze mijn bewaking in de gaten houdt. Want ze wil me natuurlijk het liefst onder de groene zoden hebben. Ja, dat heeft u uitgesproken, toch? Ja, dat had ik beter niet kunnen zeggen, inderdaad. En gelukkig ben ik ook niet onder de groene zoden gegaan. Nee. Maar we hebben dat uitgepraat zoals je dat op zijn tijd met elkaar moet doen. Ja. Volgens mij is dat weg. Daar zei ze gisteren dit over. Ja, okay. Diezelfde Geert Wilders die ooit zei toen je minister van Justitie werd... die wil me waarschijnlijk onder de zoden hebben. Dat was echt een hele foute uitspraak. Ja. Dat deugde van geen kanten. Daar hebben wij het ook over gehad. En we hebben dat daar gelaten. Dat is helemaal goed opgelost. Dat vind ik wel. Want ik vind, je kunt op inhoud mensen heel veel van vinden, aanpakken. Dat is allemaal oké. Je gaat niet op die manier op de persoon om iemand waar ik toevallig dan ben geboren. Dat is echt nooit goed. Maar dat vond hij uiteindelijk zelf ook, toch? Maar ja, hij is er morgen. Ik vraag het wel even aan hem. Ja, vraag het aan hem. Ja, nou, je vond het gelukkig zelf ook. Nu in een programma waar nooit foute opmerkingen gaan. Nee. Dus wat dat er gaat... Nee, maar dat valt hier heel zwaar binnen, dat soort dingen. Dat zit ons inderdaad dwars dan gelijk. Ja, dat kan niet. Nee. Maar u zegt, ik neem nooit iets terug, las ik in een paar interviews van de week. Nee, nee. Minder wilde u niet terugnemen, maar dit nam u terug. Nee, ik neem zeker wel eens wat terug, maar ik heb nooit spijt ergens van. Nee. Dat is wat ik heb gezegd. Maar hier toch wel een beetje van? Nee, als ik zeg iets terugnemen, heb ik toch nog geen... zeg niet dat ik er spijt van heb. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, zij is verantwoordelijk voor de beveiliging. Mm-hmm. En niet alleen van mij, maar van iedereen. Dat zijn inmiddels heel veel mensen in de beveiliging zitten. En dat doet ze op een hele conscientieuze en betrokken manier. Dus die opmerking had ze niet verdiend.